Savez-vous que vous pouvez faire un doctorat chez Cienzano? Et ceci en utilisant des technologies de pointe? C'est par exemple le cas de ces 6 doctorants. Ils travaillent dans le cadre du projet BeReady et sont tous impliqués dans la recherche appliquée pour faire face aux maladies infectieuses. Ce qui me plaît, c'est que j'ai accès à des technologies de pointe. Ik vind het heel interessant dat we bij Cienzano in nauw contact staan met onze beleidsmakers. En daardoor kan ons onderzoek een directe impact hebben op de volksgezondheid. Onze methodes dragen ook bij tot het proactief helpen opsporen van een komende uitbraak. Doordat je geleverde werk wordt omgezet in de praktijk, kan je ook echt bijdragen aan de volksgezondheid. Daarnaast leveren we een directe bijdrage aan de wetenschap door middel van peer review publicaties. Ten slotte krijg je als jonge onderzoeker bij Cienzano de kans om te werken in een dynamisch en multidisciplinair team, waardoor je veel kan bijleren van experts en je blik op je onderzoek kan verruimen. Les thématiques de recherche de ces doctorants sont bien entendu différentes, mais également toutes liées. Lekker gaan eten met vrienden en collega's vindt iedereen wel leuk. Maar af en toe worden we ziek na het eten van onze maaltijd. En tijdens mijn doctoraat heb ik bacteriële isolaten uit voedsel en deze van de patiënt bestudeerd door hun DNA te sequencen met dit toestel. Dit stelde ons in staat om de problemen rond voedseluitbraken sneller en met een grotere accuraatheid op te lossen. Parfois, on ne peut pas isoler la bactérie. Dans le cadre de mon doctorat, j'analyse directement tout l'ADN de l'échantillon. C'est ce qu'on appelle la métagénomique. Cela me permet de récupérer les bouts d'ADN qui correspondent aux pathogènes qui se trouvent dans la nourriture et le caractériser pour retrouver la source d'une épidémie. Naast voedsel zijn nog vele andere manieren om een infectie te krijgen. Wanneer iemand door een bacterie ziek wordt, worden vaak antibiotica voor de behandeling gebruikt. Helaas zijn er verschillende bacteriën al resistent hiertegen. De detectie via DNA-sequencing-technologieën van deze resistentie en het risico op de verspreiding ervan is waar mijn PhD zich op focuste. Ook virussen kunnen ervoor zorgen dat ze ziek wordt. Denk maar aan de huidige COVID-19-pandemie en de griepepidemie die elk jaar terugkomt. Tijdens mijn doctoraat heb ik gekeken hoe sequencing ons kan helpen om virale uitbraken beter op te volgen en een idee te krijgen hoe snel het virus muteert en verspreidt in de samenleving. En wat dat die mutaties als gevolg hebben op de ziekte in mensen. Het sequencen van deze virussen en bacteriën genereert gigabytes aan data. Mijn onderzoek focust op het extraheren van nuttige informatie uit deze gigantische hoeveelheid data. Dit noemt een bioinformatica. Hiervoor schrijf ik scripts en pipelines die worden uitgevoerd op krachtige servers. Daarna moeten we deze nieuwe genomische data integreren met de bestaande klinische en epidemiologische data. En tijdens mijn doctoraat gebruikte ik statistische methodes om deze data te vertalen naar bruikbare informatie voor volksgezondheid. Is dit ook iets voor jou? Ça t'intéresse?